Hallo, ik ben Lisa en wij gaan vandaag de kinderen leren dat ze zich moeten insmeren tegen de zon. Hallo, ik ben Carlijn en we hebben ook nog een verrassing voor groep 1 en 2. Oh, de zon komt al. Kom, we moeten gauw aan het werk. KWF Kankerbestrijding is vandaag de campagne Zonverstandig gestart. Dat is een campagne waarmee we kinderen wijzen op verstandig buitenspelen en goed beschermd de zon in te gaan. Dus wij zijn hier vandaag en dan gaan we deze heel mooi smeerstation aan jullie cadeau geven. Dat blijft bij jullie op school, blijft dat staan. En Lisa en Carlijn gaan jullie vertellen hoe het werkt. 'S Ochtends dan kun je kijken. Als het niet zo zonnig is, dan komen er wolkjes en hoef je dus niet in te smeren. Maar als de zon komt, moet je je goed insmeren of in de schaduw gaan staan. Het is belangrijk dat kinderen zich goed beschermen tegen de zon. Want als kinderen in hun jeugd veelvuldig verbranden, zonverbranding oplopen, dan hebben ze later, op latere leeftijd, is de kans groter dat ze mogelijk huidkanker kunnen krijgen. Nou, ik vind het heel leuk dat de kinderen beeld krijgen bij wanneer ze moeten smeren. En ook dat het belangrijk is dat ze smeren als de zon schijnt. Zeker als het warmer wordt, zijn ze veel buiten. En dan vergeet je het gewoon vaak in het, en de kinderen zelf ook in het spel. Dus ik vind het wel heel goed dat ze zelf daar ook bewust van worden. Nou, meestal verbrand ik in de vakantie. In Griekenland lig ik best wel lang in de zon. En als ik dan de zee ga, dan merk je het wel. Nou, ik was een keer op de camping en toen zat ik op de boot, toen was ik verbrand. Ouders worden steeds meer bewust van het feit dat ze kinderen goed moeten beschermen in de zon. Wij zien echter wel dat ze vooral zich dat bewust zijn als ze met de kinderen naar het strand gaan of naar het zwembad. En bij KWF Kankerbestrijding heel erg de ouders en de verzorgers en ook de kinderen zelf op wil wijzen dat de zon ook op het schoolplein schijnt. Ook op de sportvelden, in de speeltuin en daar waar de zon schijnt moet je er gewoon voorzichtig mee omgaan. Als de zon schijnt kan je pet op doen, insmeren, kleren aan of schaduw zoeken. Het ging vandaag erg goed. De flesjes zijn al bijna leeg. De kleuters vonden het heel erg leuk. En volgens mij vond de bovenbouw het ook wel erg grappig. Ik hoop dat voortaan alle kinderen, als er felle zon is, dat ze zich dan in gaan smeren. Of een t-shirt natuurlijk aantrekken of de schaduw op te zoeken. Yay! Woehoe!